nieuwe wijken en nieuwe bedrijfsterreinen. Het is de inzet van de provinciale verkiezingen. De Partij van Arbeid vindt het een hele goede stap dat de wachtlijsten oplossen. Moeten we proberen niet om de wachtlijsten te gaan. Nou, dan krijgt de minister. Natuur en landschap in stand houden. Dat wil het CDA ook. Maar daarnaast hebben we ook mensen die willen wonen en willen werken. We willen ook faciliteren dat ondernemers hier zijn. Er is toch ruimte misbruik in de Ik denk dat het veel belangrijk is dat... En wij gaan ervoor. En dan zeg ik van, als je met de gezin zo'n noodzaak van ons aangetoond. Het moment is aangebroken. Vandaag zijn de verkiezingen. We weten nu welke partijen in de provincie de meeste stemmen hebben gekregen. Er wordt druk overlegd. Welke plannen kunnen worden gerealiseerd? Wat vinden de partijen die de verkiezingen hebben gewonnen het belangrijkste onderwerp? Welke partijen gaan samenwerken en het plan voor de komende 4 jaar, het coalitieakkoord, maken? De fractievoorzitters van de coalitiepartijen zetten net hun handtekening. De komende 4 jaar gaat gedeputeerde Staten met dit plan als leidraad aan de slag. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. De gedeputeerden zijn de ministers van de provincie. Kijk, ze zijn net aan het vergaderen. Ze hebben elk hun eigen portefeuille. Het onderwerp waar ze verantwoordelijk voor zijn. Andere provincies ja zeggen. Zoals economie en werkgelegenheid, cultuur, jeugdbeleid, plattelandsontwikkeling, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Ik zou willen beginnen met het vaststellen van de besluitenlijst. De commissaris van de Koningin leidt dit provinciale kabinet. Dag Geert. Hoe zit dat eigenlijk met de provincie? We kennen de gemeente, die zorgt dat bij ons het huisvuil wordt opgehaald, en het Rijk, dat belasting heft en wetten maakt en beslist over bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing. En de provincie zit daartussenin. De provincie zorgt ervoor dat de plannen van de gemeente en het Rijk goed op elkaar passen. Ze is de regisseur van Overijssel die stimuleert, coördineert en overzicht houdt. De provincie zorgt ervoor dat de inwoners van Overijssel wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving waar groei en groen in balans zijn. De provincie Overijssel investeert in grensverleggende technologie. De winnende partijen hebben dus de lijn uitgezet in het coalitieakkoord. Wie werkt die plannen verder uit, zodat het echt van de grond komt? Kijk, daar zijn de ambtenaren voor van de provincie. Samen met gedeputeerde Staten geven zij het beleid handen en voeten. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat we ook hier kijken of een deel van het water uit de Vecht bijvoorbeeld hier langs kunnen laten lopen. Dan hebben we natuurlijk heel veel winst voor water. Zo, dankzij deze steiger kunnen de mensen makkelijker genieten van de rivier de Vecht. Bij het plan voor het gebied zijn ook de agrarische bedrijven in de buurt betrokken. Het opnieuw inrichten was nodig om overstromingen te voorkomen.
Dames en heren, ik open de vergadering. En wie controleert eigenlijk of het allemaal goed gaat met de uitvoering? Welk perspectief hebben we voor? Dat wijs ik af. Provinciale staten zetten de lijnen uit en controleren de uitvoering. Net als de Eerste en Tweede Kamer. De vergaderingen van provinciale staten zijn openbaar. Er is ruimte voor de pers en als burger kunt u plaatsnemen op de publieke tribune. Met veel enthousiasme hierheen gekomen, denk ik, vanavond. Heel veel enthousiasme. Welke uitkomst had u vanavond dan verwacht? Dat echt grootschalige bedrijven geen toegang krijgen tot het platteland. Provinciale staten controleren of de gedeputeerden hun werk goed doen. En roepen hen, indien nodig, op het matje. Wij willen kwaliteit in Overijssel. U wilt dat als staten. Het zal duidelijk zijn dat de inzet van onze PvdA-fractie is om dat niet te doen. Voorzitter, varkenshouders zijn ondernemers. Die houden niet van dwang. Uitgangspunt is ons coalitieakkoord. Het college vindt dit absoluut onverstandig om het zo te doen. En ontraadt dan ook deze motie. U mag nu stemmen. Nadat de standpunten naar voren zijn gebracht, wordt er gestemd. 37 stemmen voor en 7 tegen. Daarmee is dit amendement aanvaard. Radio Oost met het nieuws uit de regio. Nieuwe boerenbedrijven moeten minimaal een halve kilometer buiten een dorp worden gebouwd. Dat is de uitkomst van een provinciaal debat gisteravond over het reconstructieplan. Eeuwen terug, voor de invoering van de democratie, had de burger niet veel in te brengen. Het stamhoofd besliste, of de koning, de kerk of een dictator, of er was anarchie en iedereen deed wat hij wilde. In dit huis in Zwolle werd Johan Rudolf Thorbecke geboren. Hij stond aan de basis van de grondwet waarop onze democratie is gebouwd. Democratie komt uit het Grieks. Demos betekent volk, kratos staat voor macht. Thorbecke is dus de architect van de grondwet van 1848. Als minister van Binnenlandse Zaken stond hij ook aan de wieg van de provinciewet. Dankzij hem mogen we elke 4 jaar kiezen wie onze provincie gaat besturen. Zo, hij staat er weer fris en vrolijk bij. Voorzitter, het zijn standpunten die in onze postmoderne samenleving op weinig bijval kunnen rekenen. De Provinciale Staten van Overijssel heeft 47 zetels. Voor ons als SP-fractie nog onvoldoende duidelijk. Daarop mogen de mensen zitten die 1 keer in de 4 jaar worden gekozen. Door politieke keuzes maken kan GroenLinks het verschil maken. Niet degene met de grootste mond krijgen een plekje, maar degene die de meeste stemmen krijgen. Met een stem bepaal jij mee welk pakket van provinciaal beleid jouw voorkeur heeft, zoals politieke partijen dat bedacht hebben. En natuurlijk anoniem. Moeten wij langs het kanaal fietsen, dan gaan we naar eten toe. We kunnen natuurlijk ook wel eerst naar wezen te rijden. Trouwens, wist je dat Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen? Dat betekent dus dat jouw stem voor de provincie ook landelijke gevolgen heeft. Elke 4 jaar kun je stemmen voor de Provinciale Staten. Zo kun je in vrijheid meebeslissen over hoe jouw directe omgeving eruit komt te zien. Je
hebt gezien wat de rol van de provincie is bij de inrichting van jouw wereld. Je weet nu hoe jouw stem doorwerkt in de keuzes die het provinciebestuur maakt. Dank je voor je aandacht. En tot ziens in het stemlokaal.